dat mag, dat is hun ding. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is... wat ik meer eigenlijk wil zeggen is... Je hoort die mensen applaus krijgen. Zoals politieagent. Zoals de zorg. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben lekker net wakker. En ik ga klaarmaken om richting werk toe te gaan. En dat gaan jullie allemaal zien. Ik ga jullie niet naar mijn werk meenemen, maar wel. Misschien dat ik onderweg ben of wat dan ook. Maar we gaan nog even zien hoe de dag allemaal vandaag gaat lopen. Dus ik zit nu in ieder geval lekker met een bakje koffie hier. En ik ga zo meteen iemand wakker bellen. Nou, zij is wakker gebeld en ik zit alweer aan mijn tweede bakje koffie namelijk. En ik ga zo meteen ook klaarmaken. Ik heb nog een minuutje en dan ga ik op richtwerk lopen. Dus laatst een paar slokjes nemen en klaarmaken om richting werk toe te gaan. Dus laten we dat ook maar lekker doen. En dan heb ik het eigenlijk hele middag dadelijk helemaal voor mezelf. Maar ja, wat ik al zei, ik ga lekker wat koffie even snel opdrinken en dan richting werk. Oh, wat is het heerlijk, mensen. Ik zie overal sneeuw, bijna geen één sneeuw. Hele stoep is bijna helemaal schoon, om zo te zeggen. Klein beetje stukjes, sommige plekjes ook een beetje sneeuw liggen, maar de meeste van de plekken is gewoon weg. We hebben eigenlijk gewoon, zo eigenlijk wat toen een code rood was, is eigenlijk gewoon alles om ontdooien. Dat is veel beter namelijk, vind ik. En ik ben al richting werk toe. Ga ik lekker werken. Maar hoe lekker is dat? Eigenlijk. Om geen sneeuw te hebben. Ik vind dat lekker namelijk. Echt. Vooral om deze sneeuw te lopen wat hier eigenlijk ligt. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Maar deze sneeuw is gewoon niet letterlijk. Echt letterlijk niet lekker. Nee, om doorheen te lopen namelijk. En ja, oh, dat is zo'n raar gevoel. Dan weer een week geleden bijna weer. Nee. Ja, wel weer een week geleden trouwens. Dat is al bijna. Ja. Maar ja, ik ga lekker richting werk. Dus gaan we lekker werk. Let's go. Kom ik hier bij de stoplicht aan? Zie ik ineens stoplicht hier in knipperen. En dan vind ik dat best wel gevaarlijk. Staat niemand, kan ongelukken gebeuren. Maar ik ga even kijken hoe het bij mij gaat aflopen. Ik ga wel niet meer nu natuurlijk oversteken. Want daar zo namelijk staat er eentje te knipperen. Ik weet niet of jullie kunnen zien namelijk. En ik ga nu dan daar oversteken namelijk. Want ik moet daar bij de overkant zijn. Maar ja, daar moet ik zijn in ieder geval. Dus, ja, even kijken, want ze staan uit natuurlijk. Dus ik vind dat ook gevaarlijk, dus ik zit al goed op te letten om me heen. En heel grappig, want ik zag naar mijn collega voorbij fietsen. Dus vandaar. Oh ja, die zit uit. Want hier zit hij ook al te knipperen namelijk. Nu kan ik wel goed laten zien, hier zo. Kijk, hier zat hij te knipperen. Ik wil net de auto aan, dus ik ga snel oversteken. Zo. Ja, ik heb in ieder geval gered. Ik ben nu lekker aan de bak om te werken. Ja, en dan vragen jullie al, waarom heb je je jas aan? Nou, dat ga ik zo meteen even vertellen. Maar wat ik eerst ga doen is, ik werd vanochtend wakker. En toen deed mijn wekker de klok ineens niet. En ik heb batterijen gekocht namelijk. Die ga ik even naar mijn kind doen. Maar die staat, zit hierin. Maar ik ga zo meteen even een paar dingen doen. En dan zitten ze naar de winkel. En nog wat anders. Even wat ophalen bij de klerenwinkel. Denk je van klerenwinkel? Ja. Want je mag nu wel bestellen namelijk. En ik ga even de klok even zetten. Nu om 1 uur. Mooi. En dan ga ik nu lekker richting de winkel. En stel ik zie je wat ik gehaald heb. Eerst even deze ophangen. Oops, ik deed. Hoppakee. En ik ga natuurlijk andere dingen vertellen, maar waarschijnlijk onderweg als ik naar de winkels ga. Zo, en dan ben je onderweg naar de winkel. En, want ik had vanmiddag trouwens uit mijn werk had ik al vanmiddag eten gehaald.
En ik liep terug al naar mijn huis toen nog over. Shit! Vergeet mijn avondeten. Moet ik gaan dus. Maar dat ga ik nu ook gelijk halen. En ook nu even naar de klerenwinkel. Want ik kan nu wel ophalen natuurlijk kleren. Want ik heb kleren besteld en laat ik zo meteen waarschijnlijk aan jullie zien. En ik ga nu ook even wat boodschappen halen. Eten voor vanavond. Wat ik ga eten is alleen de tweede vraag. Ik heb nog geen flauw idee. En ik, misschien dat jullie al een tijdje hebben gelezen. Maar ik weet niet hoe het nu zit. Want ik kan nu vooruitkijken ervoor. Dat er discussie zijn over de avondklok. Of van door laten gaan of niet. Wat ik alleen nog wel heel erg benieuwd naar ben. Wat vinden jullie? Avondklok blijven of avondklok weg? Laat het even hier weten in de reactie. Ben ik wel benieuwd naar. Het enige wat jullie moeten doen. Avondklok weg of avondklok? Eén van de twee. Dus of avondklok is, betekent dat jullie avondklok willen. En avondklok weg is dat jullie niet willen. Nou, zo stellen. Dus, maar ik ga nu naar, in ieder geval nu naar de winkel toe. Ik ben nu al onderweg namelijk. En dan ga ik even kleren ophalen en even een boodschapje doen. Nou, dat even niet doen. En toen ben ik weer thuis, want ik heb wel de kleren gehaald natuurlijk. En die ga ik even ook sowieso even passen en eten voor vanavond. Mijn kleren zitten hierin namelijk. Dan ga ik even zo meteen passen. Dus mijn adres zat erop en zo. Maar ik ga hem in ieder geval passen. En ik ben benieuwd hoe het zit en welke kleren het zijn. Zo, laten we maar die kleren passen. En ik ben benieuwd wat jullie gaan vinden van deze kleren. Ik klap in mijn handen en dan heb ik die kleren aan. Nee, dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Nou, opnieuw. Zo, kijk. Dit is een goeie. Dit is een goeie. Dit wil ik hebben. Maar ik heb hierna nog een broek. Want deze is... Het gaat alleen maar, ik vind het wel super nice. Het zit fucking best wel super lekker zacht. En lekker, dat sowieso. En deze shirt ook, maar ik ga even dichterbij doen. Kijk, wat hierop staat trouwens. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Zo, want hier staat wat op namelijk. Dit is toch mooi om te zien. Ja, kijk, nu kunnen jullie beter zien. Van afstand denk ik niet. Echt, kijk, bijvoorbeeld hier kunnen jullie het niet zien. Maar als ik bijvoorbeeld zo sta... Zien jullie het? En dit is wel... Ik vind het wel leuk. En vooral dat dit twee verschillende kleuren is, lijkt wel... Ja, weet niet. Ik wil niet altijd één kleur. Ik vind het altijd wel grappig dat twee kleuren zijn namelijk. Want is het ook wel echt lekker warm. Vind ik. Maar gaan we even nog die andere broek passen. Dus laten we dat even doen. Broek. Broek nummer 2. Dus hebben we broek dan nummer 2. Laat ik even beter aan jullie zien. Zoals jullie zien zitten hier gaten, dat zal ik net als die andere broek, maar ik kan je vaststellen dat dit hoort, maar ik vind hem wel super lekker. Maar ik vraag aan jullie af, is dit nou lichter of deze donkerder? Als die andere broek, ik neem even, pak even. Want voor mij is deze lichter namelijk. Want voor mij is deze lichter dan deze namelijk. Maar laat me even weten wat jullie ervan vinden. Dus, ja. Maar ik ben wel zitten super lekker die broeken. En wat ik nu ga doen is even lekker gewoon weer normale kleren aantrekken. Dus, ja, laten we dat ook even gelijk doen. 3, 2, 1. Zo, en dan heb ik weer normale kleren aan, zoals jullie zien. Zo, maar wat zat die trein lekker trouwens. Wat zat die broek lekker. Ja. Dus dat is echt ongelooflijk lekker. Maar ik ga ze eerst denk ik even wassen. En sowieso alle kaartjes allemaal afhalen. Want ze zijn voor mij al goed gekeurd. Dus vandaar. Ja, dan ga ik dat even doen. En alle kaartjes afhalen. En ja, misschien hem wel morgen aantrekken denk ik. Die Gaia is weer actief. Oh, ben je weer actief jongen? Hey. Zit jij hier te lopen? Die zit er al hier te rennen. Maar ik heb lekker even was aangezet. Dat moest ook even gebeuren natuurlijk. Dat is wel maanden af en toe moet dat even gebeuren. En ik ga nu klaarmaken om te eten. En ik vraag me nu af of het op een geleden in al is. Kan ik zo zien. Namelijk.
Als je denkt een man naar moet kijken, dat kan doen, of hij ziet me niet. Inpunten. Nee, hij ziet me niet. Nou ja, ik zie diegene niet. Oh jawel, ik zie diegene wel. Ik denk dat jullie net zagen wat op beeld. Juist. Ik snap hem ook niet. Ik ga even lekker maar een pizzaatje eten. Hupsakee. Weet je wat we doen? Let op, ik kan heel goed over, hè? Let op. Dan is hij zo klaar. Stop, we gaan hierin. Hop. Klaar. Zo. Kijk, gaan we maar er even uit halen, want hij is klaar. Hoppakee. Waar is die doos nou? De doos is helemaal weg. Oké. Nou, dat heb ik heel goed gedaan, mensen. Wauw. Ja, en maar is het door. Lekker verrukkelijk uit die pizza. En gaan we nu maar even lekker opeten. Zo, en toen was het bord al leeg. Oh nee, daar ligt alleen een bestek op. Maar er is de hele tijd een gedoe. Ik denk dat jullie al gehoord hebben. Dinsdag, dat de hele tijd gedoe was. Met avondklok. En dan denk ik van, wat is er allemaal aan de hand in deze wereld? Alleen maar over corona. En ik wil eigenlijk ook één ding zeggen. Ik wil me niet hoogscheppen of wat dan ook. Maar ik vind, je hoort heel veel bedrijven klagen. Oké, dat mag, dat is hun ding. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is. Wat ik meer dan eigenlijk wil zeggen is, je hoort die mensen applaus krijgen. Zoals politieagent, zoals de zorg. Je kan het allemaal opnoemen. Maar wie hoor je eigenlijk amper? Nou, die heb je wel gehoord. Maar alleen de eerste lockdown toen, vond ik, ben ik krachtig gekomen. En dat is de supermarkt. De mensen van de supermarkten krijgen geen eens bedankt. Alleen bij de eerste lockdown van, oh wat zijn jullie geweldig. Of wat jullie zijn dat. Of hoe jullie dat. En ik van, eigenlijk vind ik, al ben ik zelf per werken bij een supermarkt, maar hun verdienen ook applaus. Hun werken keihard, ik werk in ieder geval keihard om geld te verdienen. En apart, ja en ja. En dan hoor je helemaal niks over van, wat ben ik zo, zijn jullie lekker hard bezig? Nee, helemaal niks. Maar jullie hoeven ook niet een reactie achter te laten, wil ik alvast bij zeggen. Want wat wil ik dan uit zeggen? Ik vind niet, omdat ik het zeg, dat jullie moeten doen. Maar ik vind dat eigenlijk automatisch moet gebeuren. En dat hoor je niet. Je hoort helemaal niks over die media gedoe. Het enige wat is gezegd eigenlijk in de media. En denk ik van, hoe dan? Waar komt dat nou weer vandaan eigenlijk? Dat is dat supermarkten in kerst dicht moeten. Omdat ze in onze op tandvlees liepen. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Het alleen wat ik wel bij zeg is dat alleen daar iets over gezegd is. En bij de eerste lockdown dat ze applaus, klein applausje kreeg. Ik vond een klein applausje maar. Dan denk ik van, wauw, is dat het enige? Want supermarkten rust heel zorgen voor eten. Want anders had heel Nederland geen eten gehad. Eigenlijk. Dus alleen eigenlijk door dat schappen leeg waren. Toen kregen we applausje. Omdat we toen daarvoor hard werken. Is dat alles? Om alleen de schappen leeg liggen? Ik wil ook niet in het negatief zijn. Natuurlijk. Want wat ik eigenlijk wel wil zeggen. Het enige wat wij kunnen doen. Is geef elkaar liefde. Probeer lekker vrolijkheid. Probeer wat leuks te verzinnen. Om iets leuks van te maken eigenlijk. Dat is het enige. Ik weet dat ik. Misschien ben ik een beetje nu. Dat ik positief praat. Maar dit zit gewoon. Ik vind denk van waarom wordt iedereen dan. Denk ik van waarom wordt iedereen dan zo. Soort van omhoog gegooid. Zoals zorg, wat dan ook. Ik zeg niet dat ze dat niet verdienen. Maar supermarkt wordt eigenlijk soort van vergeten. Vind ik. Dat wou ik er even bij zeggen. Oh, dit is een liedje ken ik toevallig.
Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik heb een superleuke dag gehad. En waarschijnlijk dat jullie al hebben gehoord. Maar even denken, we laten het vandaag. Welke dag is vis voor jullie? Dat het vandaag vrijdag is. Vandaag wordt ook officieel bekendgemaakt. Vrijdag of donderdag is het. Voor mij donderdag. Dus waarschijnlijk morgen wordt het bekendgemaakt. Of de avond of klopt. Blijft of niet. Dus ik ben zelf benieuwd naar wat de uitkomst gaat worden. En ik ben benieuwd. En ik ook wel benieuwd hoe het er buiten uit gaat zien. Omdat dit toestand gesproken is namelijk. En ik ga nu weer lekker klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je hem abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een hele vlog. Om 1 uur. En hierbij laters. En dan zeggen heel veel mensen dat ze dit vindt zo belangrijk en fijn om te horen. Want dan vraag ik al elke mens, persoon die hebben eigenlijk gekeken hebben, heb je iets van geleerd? En dan hoor ik zoveel mensen ja zeggen. Dus de afdeling heb zoveel.